450 jaar geleden overleed een van de grootste schilders uit onze contrée, Pieter Bruegel de Oudere. In het prestigieuze Kunsthistorisch Museum in Wenen is tot half januari een unieke tentoonstelling te zien rond de Vlaamse meester. Men bracht er wel 30 schilderijen en tientallen tekeningen bijeen vanuit de hele wereld. Pompidou trok naar de opening in Wenen. Chantal Patin sprak over het leven en de werken van Bruegel met Manfred Sellink, directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, en met schrijver Jeroen Olieslagers. Een hele goede middag en welkom in Pompidou vanuit het Kunsthistorisch Museum in Wenen. En waarom zitten wij hier? Wel, omdat hier maandagavond met een toeloop van je welste met koningen en andere gestelde lichamen, zo mag ik dat wel zeggen, Manfred Sellink, die grote Bruegel-tentoonstelling is geopend. En ja, Manfred, jij bent co-curator, je hebt ook geschreven voor de catalogus, je hebt nu jaren onderzoek kunnen verrichten. Hoe voel jij je vandaag? Moe, tevreden, trots en geëmotioneerd. Ja. Ja, heel bijzonder moment om na 6 jaar dit gerealiseerd te zien. En als je al 30 jaar met Bruegel, 25 jaar met Bruegel bezig bent, ja, dat is een droom om dit allemaal bij elkaar te zien. Ja. Jeroen Olieslagers zit er ook bij je vandaag. Dat klinkt een beetje raar. Jeroen, jij bent ook al een tijdje in Wenen. Jij bent hier aan het filmen met niemand minder dan Daniel Dumoustier. Normaal begeeft die man zich in oorlogsgebieden. Wat voor veldslag viel hier te filmen dan, Jeroen? Ja, we hebben één ding gemeenschappelijk, de Dulle Griet. We zijn alle twee en alle drie, Stef Frank is er ook bij, heel erg gefascineerd door de schilderij. Ik ben writer in residence van Meijer van den Berg, voor het museum Meijer van den Berg, waar het schilderij ja, eigenlijk oorspronkelijk hangt. Ja, hè. Nu even en, hier natuurlijk. Inderdaad, en in januari na de tentoonstelling terug gaat naar Antwerpen. Dus en Meijer van den Berg heeft mij gevraagd om een documentaire te maken, over een mini-documentaire te maken die in het museum zal worden getoond, in Meijer zal worden getoond, over hoe de Dulle Griet, laten we zeggen, praat met al die andere werken. Ja. En of zij praat en of zij schittert hier in het museum, in het Kunsthistorisch Museum, Manfred Sellink. Hoe is dit eigenlijk ontstaan? Wie is begonnen met deze hachelijke onderneming? Vertel eens. Het was al 10 jaar geleden dat musea wereldwijd nadachten. Ja, kunnen wij iets doen in het Bruegeljaar? Omdat ik zelf veel met Bruegel bezig ben, ben ik benaderd door het Grand Palais in samen met Louvre, ben benaderd door de Royal Academy. Ook de Vlaamse regering heeft mij benaderd, steeds met de vraag, kunnen wij in Londen, kunnen wij in Parijs, kunnen we in Antwerpen of in Brussel een groot overzicht tentoonstelling maken? Ik heb steeds gezegd nee, zelfs als je me 10 miljoen euro geeft, dan kan ik daar een heleboel leuke dingen mee doen, maar die tentoonstelling kan alleen maar in Wenen. Uiteraard spraken we daarover met de Weense collega's. En ik denk dat het ongeveer 7, 8 jaar geleden is dat ik met Sibien Haak sprak. En ja, de plannen werden gesmeekt en 6 jaar geleden zijn we begonnen. Ja. Je zegt dat kan alleen maar in Wenen. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ze hier heel wat Bruegels in de vaste collectie hebben. En ook heel veel grafiek van Bruegel. Had je eigenlijk dat volume nodig om te kunnen starten? Dat volume heb je echt nodig. Dus de werken van Bruegel zijn allemaal zeer zeldzaam. Het is een klein oeuvre, het zijn er maar 45. Ze behoren allemaal tot de vaste collectie en de grote publiekstrekkers van musea. Het zijn ook bovendien grote panelen die veelal fragiel zijn. Kortom, ze worden heel moeilijk in bruik gegeven. Maar als je die kritische massa hebt van die 12 schilderijen, dan heb je het vertrekpunt. En iedereen begreep van ja, dit als het een keer gebeurt, en het is nooit eerder gebeurd, en de kans dat het in de komende decennia gebeurt, is eigenlijk zo goed als uitgesloten. Als het gebeurt, kan het echt alleen maar rondom die kern van 12 werken hier in Wenen. Ja. En zo geschieden natuurlijk. En vervolgens zijn jullie onderzoek beginnen doen. Dan vraag ik mij af, ja, er wordt natuurlijk al eeuwen onderzoek geleverd naar Bruegel. Jijzelf en je collega's, Manfred, jullie weten al heel veel. Wat zijn jullie nu nog eens extra te weten gekomen? Want er is onderzoek gebeurd, ook met steun van de Getty Foundation in Los Angeles. En die zijn met, denk ik, dan een paar miljoen dollar over de brug gekomen. Die hebben een royale subsidie en een grant gegeven. We zijn vertrokken vanuit
twee premisses eigenlijk. In de eerste plaats dat we zeer grondig onderzoek wilden doen naar de materiële toestand van de Breugels in Wenen. En in partnership met andere musea zoveel mogelijk over de materiële toestand van andere panelen in andere collecties. Het tweede is dat we uit zijn gegaan van een tentoonstelling waarin het creatieve proces centraal staat. Dus niet de iconografie, niet de iconologie, niet de cultuurhistorische betekenis. Allemaal ongelooflijk interessant en boeiend bij Breugel. Maar als je probeert eens in een eeuw dit werk bij elkaar te brengen, dan moet het om de objecten gaan en dan moet het ook gaan. En daar is eigenlijk niet zoveel onderzoek naar gedaan, naar hoe Breugel geschilderd heeft, hoe hij zijn schilderij heeft opgebouwd. En daar hebben we toch een heleboel over geleerd. Want Breugel is voornamelijk bestudeerd vanuit het oogpunt van betekenis. Wat staat erop? En dat is heel begrijpelijk en dat is ongelooflijk interessant. Maar hoe hij schilderde dat en hoe hij tekende, dat is veel minder bekeken. Ja. Want de reden dat Jeroen Olieslagers hier in Pompidou zit vandaag, live vanuit Wenen, heeft natuurlijk ook te maken met die iconografische focus. Maar eerst even, Jeroen, jouw indruk van die tentoonstelling. Want je bent ook al heel vaak binnen en buiten gelopen nu. Deze week, wat vind jij ervan? Ja, het is overweldigend. Ik was erbij toen de Dullegriet werd uitgepakt en aan de muur gehangen. Dat is een beetje jouw lief eigenlijk, hè? De Dullegriet. Een beetje mijn... Ja, je hebt een affaire met die griet uit Antwerpen. Dat is een beetje mijn geheim lief, ja. En ja, toen we dat aan het filmen waren, kreeg ik ineens het gevoel dat ik daar eigenlijk al heel mijn leven op gewacht heb. Omdat Breugel, het werk van Breugel is... Mijn vader was een hele grote bewonderaar van Breugel. Dus het was altijd bij mij aanwezig. In het huis was Breugel altijd aanwezig. En ik heb het, denk ik, wat verdrongen, denk ik. Maar nu is hij, ja, de laatste jaren sowieso, is hij zo aanwezig geworden. Ik heb ook als kind een groot gevoel van erkenning altijd gehad met dat werk. Dus dat is altijd ik heb er een hele raadselachtige verhouding mee. Ik had het gevoel als kind echt dat ik begreep waar die schilderijen over gingen. Ja. En dat is eigenlijk nooit echt weggegaan. Ik heb altijd een grote... En bovendien, als schrijver, is Breugel natuurlijk fantastisch. Ja. Het is een verhalende schilder. En een schilder die een inkijk geeft in zoveel werelden. Ja. Dat het voor een schrijver natuurlijk onweerstaanbaar is. Ja. Maar ben je nu aan je trekken gekomen op de tentoonstelling die hier is geopend en die overladen wordt met superlatieve ondertussen, ook in de internationale pers? Maar terecht. Je voelt onmiddellijk dat je op een tentoonstelling bent terechtgekomen die niemand op dit moment op deze planeet nog ooit zal meemaken. Je voelt dat het een tentoonstelling is die nu al legendarisch is. Ja. En een van de grootste, belangrijkste tentoonstellingen. En dat gevoel alleen al geeft een onmiddellijke ontroering. Ik zal je vertellen, mijn vader heeft me geleerd dat je nooit over een schilderij of een kunstwerk kan oordelen als je het op papier ziet afgedrukt of in een catalogus ziet. Je moet het zien hangen aan een muur. En dat krijg je hier. En dan krijg je een hele bijzondere ontroering. En daar is het voor mij natuurlijk ook om te doen. Ja. Terug naar Manfred, want jullie hebben de hand van de schilder willen laten zien. Wat kan je ons nu eigenlijk vertellen over de manier van werken van Breugel? Want door alle onderzoeken weten we natuurlijk heel veel meer, ook materiaal enzovoort, de pennen en de stiften die hij gebruikte, bij wijze van spreken. Wat heb je de voorbije 5 jaar, 6 jaar bijgeleerd? De hand van de meester, maar niet alleen als schilder, maar ook als tekenaar. We gaan dus door alle media heen. Wat we steeds meer zijn gaan realiseren en steeds beter hebben gezien, is dat Breugel twee kanten heeft. Aan de ene kant het bijna miniatuur, het precieze. Figuurtjes die soms maar een halve centimeter groot zijn en toch perfect getroffen zijn. Hij is ook geschoold als miniatuurschilder door zijn toekomstige schoonmoeder. Dat was Maiken. Maiken Verhulst, ja.
En anderzijds het verbluffend vermogen om heel los te schilderen. Hij had een hele dunne, transparante manier van schilderen. Gebruikte ook heel vaak de imprimatura, dus de eerste tonale onderlaag. En schilderde daar heel dun en losjes op. Je hebt veel schilders die heel los kunnen schilderen. Denk aan grote zoals Frans Hals. Je hebt zeker in de 15e en 16e eeuw een heleboel schilders. Denk aan Simon Beening, denk aan Van Eyck, denk aan Memling, die heel precies kunnen schilderen. Maar om dat beide te combineren en in een structuur en een ordening te houden, dat is slechts weinig gegeven. En het is ons ook steeds duidelijker geworden dat daarin Jeroen Bos het grote voorbeeld was. We weten dat Breugel heel goed naar Bos heeft gekeken. Dan denken we heel vaak aan de heksen en de demonen en duivelsen. Maar hij heeft ook heel goed naar de techniek gekeken. En het is die combinatie van losheid en precisie die heel erg kenmerkend is. Ja. Je was een beetje aan het grappen, Manfred Zellink, dat er in Breugel ook een beetje een Van Gogh schuilde, om niet te zeggen een Jackson Pollock. Hij had het allemaal in zich. Ja, en de losheid. Ik ben bijzonder blij dat hier een schilderij hangt, een heel klein winterlandschap uit Winterthur. Dat schilderij kon voorheen niet reizen, omdat het legaat waar het uit kwam het niet toestond. Die regels zijn speciaal voor deze tentoonstelling, zijn omgebogen en het schilderij is hier. Heb je daarvoor verschillende nekken moeten omwringen, Manfred Zellink, om zoiets gedaan te krijgen? Want het is een heel mooi piepklein landschapje en het is alsof je zelf in de sneeuw staat. Ja. Als je ernaar kijkt, het is bloedmooi. Nou, ik heb geen spoor van doden achtergelaten, maar het is wel een diplomatieke tocht geweest. Maar op dit schilderij, wat eigenlijk in mijn ogen een van de mooiste winterlandschappen is uit de kunstgeschiedenis, zie je bijvoorbeeld niet alleen dat de sneeuw heel veel, niet alleen maar wit of geel is, maar een heleboel tonale suggesties heeft daar, waar iemand gelopen heeft, ziet de sneeuw er anders uit. En om het helemaal af te maken, sneeuwt het ook echt. Het is een landschap waar het sneeuwt. En daar heb ik een beetje schertsend, maar het klopt eigenlijk ook wel, gezegd, het is als tussen een Jackson Pollock de witte dekkende verf er eigenlijk op gespat heeft. Want het lijkt echt alsof de vlokken op het schilderij zitten. Het gekke is dat wij nog altijd zo weinig weten over Pieter Breugel. Leen Huet heeft een biografie geschreven en dat was al heel waardevol natuurlijk. Als je nu zegt, ja, hij is opgeleid voor een stuk door zijn schoonmoeder in spe, dat was Maiken, zoals ze al weten. Want Pieter Breugel is vervolgens getrouwd met de dochter van Pieter Koeken van Aalst. Hij zat in Antwerpen, is naar Brussel verhuisd enzovoort. Wij weten bij wijze van spreken niet eens waar Breugel is geboren. Hoewel ze bijvoorbeeld in Peer er echt wel van overtuigd zijn dat het daar moet gebeurd zijn, weten we dat ondertussen? Nee, dat weten we nog niet. Alhoewel mijn collega Jan van der Stok nu bezig is met onderzoek en dat toch goede hoop is dat Jan nog wat kennis kan toevoegen. Ik moet helaas Limburg teleurstellen. De kans dat hij in Limburg geboren is zo goed als uitgesloten. Het is echt een Brabander. Waarbij dan de vraag is, het wat nu Brabant in Nederland is of is hij in Antwerpen geboren? Dat is nog iets waar onderzoek gedaan wordt. Andere kant, heb ik toch ook wel mijn mening een beetje bijgesteld. We weten eigenlijk veel meer over Breugel dan vaak gezegd wordt. We weten weinig over Breugel als persoon. We hebben geen documenten over hem persoonlijk, maar we weten wel eigenlijk erg veel over het milieu waar hij zich in begaf. We weten wie verschillende opdrachtgevers zijn, mensen die hij kende, min of meer bevriend of heel bekend moet zijn geweest. Dat artistieke milieu, het intellectuele milieu, het milieu van zijn opdrachtgevers, zowel in Antwerpen als in Brussel kennen we juist heel goed. Mm-hmm. Dus in die zin weten we toch ook wel weer veel over Breugel. Ja. Nog even terug naar Jeroen Bos. Bos was natuurlijk al lang gestorven toen Breugel actief werd. Hoe kon het eigenlijk dat hij dat werk leerde kennen en daarvan ook alle kenmerken in zijn eigen oeuvre ging stoppen? Hoe ging dat eigenlijk? Ik sta altijd verbaasd over het feit hoe zelfs in de 16e eeuw alles zo snel kon circuleren. En ze hadden, naar ik mij goed herinner, geen internet in die tijd, Manfred. Nee, maar mensen waren niet hulpeloos in het tijdperk voor internet.
Nadat het atelier van Jeroen Bos gesloten is in de jaren 20, is het vermoeden, en daarin was de bijdrage van Ron Spronk, die ook aan het Bosproject gewerkt heeft, in ons team bijzonder waardevol. Is het toch het vermoeden dat de artistieke nalatenschap, de tekeningen van het atelier Bos in Antwerpen terecht zijn gekomen. Dat kun je ook zien, omdat juist in Antwerpen in de jaren 30, 40, 50 een heleboel kopieën, pastiches en versies van het werk van Bos geschilderd was. Het was echt een continuïteit. Een hele leuke vondst die mijn collega Ron heeft gedaan, is dat op de Delegiet er een wezen staat met een ton. Dus een ton met vier poten en een gezicht. In het Engels heet het een barrelman. Misschien heeft Jeroen daar een hele mooie literaire vertaling voor. Maar deze barrelman die komt voor op een schilderij van Jeroen Bos, maar alleen op de voortekening, op de ondertekening. Op het uiteindelijke schilderij is het niet te zien. Dat betekent dus dat dat Breugel voorstudies voor dit schilderij gehad moet hebben om deze creatuur over te nemen. En zo zijn er meer aspecten waardoor maar, we echt... Ja. Waar kon hij die tekeningen vinden of kopen, bijvoorbeeld in Antwerpen? Ja, die kunnen in een atelier van een kunstenaar geweest zijn. Ik denk dat je moet realiseren dat in een stad als Antwerpen die gemeenschap van kunstenaars, humanisten, geleerden een vrij hechte was. Men kende elkaar allemaal. Dus als ergens in een atelier die schat aan tekeningen uit het Bosatelier was, dan kun je er zeker van zijn dat dat algemeen gekend was. Mm. Men maalde toen niet over auteursrecht in die tijd, hè, Manfred. Men kon zo'n dingen gewoon overnemen zonder enig probleem. Ik heb zelfs de indruk dat het een stukje van het succes van een kunstenaar was als je werd gekopieerd. Zeker. Nee, het kunstenaarschap begon bij imitatio. Ook in de kunsttheorie kom je dat tegen. Dus imitatio is de nabootsing. En daarna komt de emulatio, dus het al vertreffen. Maar het gebruiken van de artistieke nalatenschap van iemand, dat was aanbevelenswaardig zelf. Dat was een must. Daar begon je mee. En in die zin kun je dus ook begrijpen dat tijdgenoten heel expliciet zeiden dat Breugel een nieuwe Bos was en hem zelfs overtrof. En Bos gold als het hoogtepunt van de schilderkunst. Ja. Als we nog even Bos met Breugel moeten vergelijken, voor zover dat eigenlijk opgaat, die vergelijking, mogen we dan daaruit ook besluiten dat Breugel een even grote moralist zou geweest zijn als Bos? Want Bos laat heel graag een wereld zien, eigenlijk een soort omgekeerde wereld. Hij laat zaken zien die absoluut niet door de beugel kunnen, met dan als boodschap, lieve mensen, gelieve u thuis toch wel wat anders te gedragen. Hoe zit het met Breugel? Breugel heeft heel veel geleerd van Bos. Het duivels, de demonen, de inventiviteit, dat deelt hij. Techniek, het dunne, transparante, losse en het precieze. Maar op één punt verschillen ze heel grondig. Dus de thematiek van Bos is een sombere, staat in het teken van het leven na de dood. Een zeer eschatologische visie. Dat zie je dus helemaal niet met Breugel. Breugel gaat uit van de mens op aarde. Natuurlijk, het leven op aarde was ook voor Breugel stond in het teken van het leven na de dood. Maar het gaat hem om het leven, om de mens en zijn gedragingen op aarde. Moraliserend, niet in de zin van de pastoor of de dominee die zijn vinger opsteekt van gij zult dit doen en gij zult dat niet doen. Misschien wel moraliserend in de zin dat Breugel echt een spiegel voorhoudt. Hij houdt de mens een spiegel voor en de mens ziet zichzelf met zijn sterktes en met zijn zwakheden. En is die spiegel moraliserend? Ja, maar het is eigenlijk meer confronterend. Je noemde hem ook op de persvoorstelling, Manfred, een heel positief mens. Hij had het beste met de mens voor. Hoe weet jij dat zo zeker? Als ik kijk naar een schilderij als de Triomf des Doods, dan ben ik dat niet eens zo heel zeker. Ja, Chantal, het is ook een beetje gemeen om dan net het ene schilderij eruit te halen dat de odd one out is. Dat klopt. De Triomf van de Dood is een schilderij waar geen enkele hoop aanwezig is.
Een prachtig schilderij, maar dat is wel een schilderij dat zeer uitzonderlijk is. Dus wat proef je heel duidelijk bij Breugel, bij al die andere schilderijen en tekeningen, toch een mededoog, een sympathie voor de mens, voor de levenslust van de mens. Als hij boerentaferelen schildert, als hij kermissen schildert, dan is dat niet in de traditie van de boerensatire, maar dan zie je echt dat de levenslust naar voren wordt gebracht. Hij had respect voor die mensen. Hij trok eigenlijk naar buiten, want dat wordt ook altijd gezegd. Pieter Breugel, dat was een echte stedeling. He was an urban kid. Ja. En hij ging naar buiten om zich te amuseren en om naar die mensen te kijken. Niet om ze uit te lachen. Nee, hij moet echt een hele scherp observator zijn geweest van de mens. Ik krijg, maar dat zegt misschien meer over mijzelf dan over Breugel, het gevoel dat hij een psychologisch heel goed inzicht had in wie mensen waren. Maar hij observeerde echt. En het is ook heel opvallend dat je in veel schilderijen van Breugel ergens iemand ziet staan, een beetje los van de meute, maar die kijkt en observeert. En dan heb je een beetje het gevoel, niet dat dat een zelfportret is, maar dat dat Breugel, de geest van Breugel in die persoon zit. Ja. Wat je nu ook heel duidelijk ziet op die tentoonstellingen, ook door alle tekeningen die erbij zijn komen kijken, dat is eigenlijk dat Breugel een soort tactiek heeft. Hè. De grote actie in zijn schilderijen speelt zich meestal op een minuscuul plekje af en dan laat hij je eigenlijk meekijken over een landschap. En je hebt dat perfect ontleed, Manfred Zelling. Ja, dat is iets wat we echt geleerd hebben. Iets wat ik nog niet zo scherp zag in mijn eerdere publicaties, is zijn beeld retorisch vernuft. De manier waarop hij de composities opbouwt, daar zit een gelaagdheid in. Dus intrinsiek is hij een landschapsschilder. En in dat landschap, daar leidt hij echt het oog. Met trucjes als een repoussoir, dat is iets wat aan de zijkant staat, wat diepte geeft aan de rest. Dat kunnen wat bomen zijn, struikgewas, ja, alles is goed. Op een bepaald moment is het zelfs een galg, maar het is iets dat diepte geeft aan de rest. In de traditie van het landschap van Patinier heeft hij een hoog standpunt, maar wat hij heel erg knap doet, is altijd ietsje lager dan de top van de heuvel. Dus je begint iets onder de top, je loopt als het ware met Breugel het landschap eerst omhoog en daalt dan het landschap in. Andere zaken die gebruikt zijn, bijvoorbeeld rugfiguren. Ik zeg altijd, Breugel is waarschijnlijk de schilder die als geen ander ruggen kon schilderen, ja, of achterkanten van dieren, zo dat komt ook voor. Ja, van koeien, mensen, kun je hele kudde runderen. Ja. Dus eigenlijk, ik had er nooit op gelet, maar het is voor het eerst dat je echt naar de kont van een koe zit kijken. Ja. Een 16e-eeuwse koe, Manfred. Ja, en niet alleen. Pardon my French. Ja, nee, het is een hele kudde van konten. maar heel mooi, dat is dus de terugkeer van het vee. Dat is een van de seizoenen. En daar zie je heel mooi hoe zo'n rugfiguur werkt. De filmers nu gebruiken die truc. Maar als je een figuur op de rug ziet, of dat een dier of een mens is, dan kijk je met die persoon mee het beeld in. En dus met die kudde koeien daal je ook het dorp mee in. En dat zijn van soort, en dan gaat hij verder, dan heeft hij landschappen en composities die echt in lagen zijn opgebouwd via een rivier. Dat is een truc die hij heel vaak gebruikt om met een rivier het oog te leiden vanaf het midden van de compositie naar de horizon. En zo bouwt hij zijn beelden op. En wat mij treft is dat hij echt vergelijkbare technieken toepast als de grote filmers nu, of eigenlijk omgekeerd. Want het zijn de filmers die het retorische, de beeldretoriek gebruiken, die al 450 jaar geleden door Breugel benut werden. Jij vernoemde Tarkovsky. Ja, bijvoorbeeld Tarkovsky. Ik ben ervan overtuigd dat als Breugel nu zou leven, hij een van de allergrootste filmmakers van onze tijd zou zijn. Hij denkt heel filmisch, hij denkt heel scenisch, hij neemt je mee in het verhaal. Het is meerlagig. En tegelijkertijd is het ook een beetje een trage compositie. Het geeft zich, de vraag die je eerder stelde, hij geeft het ook niet meteen bloot. Het is doordat het oog geleid wordt, dat je heel langzamerhand op de plek komt waar de hoofdscène zich afspeelt. Jeroen, jij die zoveel films hebt gezien, Tarkovsky, gaat de vergelijking op voor jou? Ja, absoluut. Absoluut. Wat Tarkovsky zo spectaculair maakt, is dat hij mensen plaatst in een visuele ruimte. En wat in cinema in feite heel moeilijk is.
Hij plaatst die in een landschap, in een heel wijd landschap. En geeft dan nog eens diepte verder, net zoals Breugelen trouwens doet. Ja. Dus ik zie die link absoluut meteen ook. Pompidou vanuit Wenen met Manfred Sellink en ook met Jeroen Olieslagers. En dan denkt een mens, wat zit Jeroen daar ook in Wenen te doen? Maar dat heeft natuurlijk te maken met Jeroen, zijn jongste maîtresse. Het betreft een vrouw die nogal agressief in beeld komt. Zij is gewapend met van alles en nog wat, zelfs met een goede pan, Jeroen. En haar naam is de Dulle Griet. Kan je nu even uitleggen hoe het komt dat jij totaal verslingerd bent geworden aan die Dulle Griet? Die komt uit het museum Maaier van den Berg. Ze hebben haar een fantastische facelift gegeven. En ze hangt hier nu te schitteren in het Kunsthistorisch Museum in Wenen op de tentoonstelling van onder meer Manfred Sellink, van de tentoonstelling met een heel team van topmensen gemaakt. Verklaar uw liefde nader, Jeroen Olieslagers. Wel, ze is inderdaad nu mooier dan ooit. Hè. Dus in feite zelfs een andere Dulle Griet. Met veel meer diepte. Maar dit schilderij heeft mij altijd gefascineerd. Het is een schilderij dat een raadsel oproept, maar tegelijkertijd zeer, zeer menselijk is. Dus het is een grote herkenbaarheid en tegelijkertijd is er een raadsel. En dat raadsel is iets dat we waarschijnlijk nooit kunnen oplossen. Dat maakt het natuurlijk ook zo fascinerend. Ja. Maar die vrouw op zich of dat manspersoons in vrouwkleren, of wat is het eigenlijk? Daar gaat de discussie natuurlijk over. Ja, die verbijstert iedereen. Niemand heeft ooit zo'n vrouw in beeld gezien op geen enkel schilderij. Ja, dat is alleen. Hè. Ten tweede is onze blik heel erg geleid door Karel van Mander in zijn schilderboek, hè, begin 17e eeuw. 1604, inderdaad. Hij leidt in feite onze blik. Ja, dus wat hij zegt, er is een schilderij in het bezit van Rudolf II. Dat is een Dulle Griet die rooft voor de mond van de hel, die verbijsterd ziet en schots is toegemaakt. Waarbij hij bedoelt, schots en scheef is aangekleed, ja. Hè, wat je ook natuurlijk kan zien. Maar er zijn nog een paar. Dat heeft onze blik geleid. En dat heeft natuurlijk ook de naam gegeven aan het schilderij. Daarom noemen we het ook de Dulle Griet. Ja. Mijn vraag is, en dat is een vraag als schrijver, maar zijn we nog aan het kijken? Kijken we nog echt naar dat schilderij? Of herkennen we voortdurend hetgeen wat we van Karel van Mander geleerd hebben? Ja. Maar in het kort, jij beweert dat de Dulle Griet een man is. Mm-hmm. Ja. Oké, ik laat straks Manfred Sellink aan het woord. Laten we dit even uitklaren, want de Dulle Griet beschikt over een hele grote Adamsappel. Jeroen. Ja, dus je moet. Dat is binnen de context. Ik spreek hier als schrijver en als theaterauteur. Dat is voor mij zeer belangrijk. Leen Uwet in haar biografie van Breugel beschrijft, maar op dat moment weet zij niet dat de Dulle Griet geschilderd is in 1563. Zij neemt nog aan 1561, 1562. En zij legt heel erg de link met het landjuweel in 1561, de grote theaterwedstrijd. En zij beweert ook, en daar zijn natuurlijk elementen, dat Breugel daar heel goed naar gekeken heeft. En zij heeft het ook over reuzen. En ze beschouwt bijvoorbeeld de Dulle Griet als een reuzin. Wat volgens mij niet klopt. Ik denk dat de Dulle Griet geen reus in is. Meer met perspectief te maken. Er is wel een reus aanwezig in de Dulle Griet. Dat wel. Maar de Dulle Griet zelf is geen reus in. Ja, maar het is een man. Het is iemand met een Adamsappel. Dat is al één. En ik denk niet dat Breugel dit toevallig schildert. Dat is voor mij al heel duidelijk. Dus je kan natuurlijk zeggen, ja, maar er zijn wel vrouwen ook wel mee ademzat, maar daar gaat het niet echt over. Het gaat erover over hoe dat de Dulle Griet als figuur erin staat. Wat ook mensen vaak vergeten, is dat we een tekening hebben in Düsseldorf, een kopie in feite van het schilderij. Daar is veel duidelijker dat er een bruidsluier is. Dat er een bruidsluier over haar ogen gaat. Hè. Dus hij heeft in feite een gesluierde blik. Dus op het schilderij, er zijn een paar lijntjes die je kan zien, maar in feite, de sluier kan je niet echt zien.
Ik denk dat de sleutel hier, en daar ben ik nog heel een tijd over aan het nadenken, de sleutel heeft voor mij te maken met hoe Breugel het dagelijks leven in sommige schilderijen, en sommige waar je het niet van zou verwachten, de link zou leggen met de Dulle Griet. Maar bij mij is bijvoorbeeld de strijd tussen vaste en vastenavond een heel belangrijk schilderij. Want wat toont hij daar? Hij toont in feite straattheater. Dat is wat hij voor een groot stuk aan het tonen is. Je hebt, ik ben een roman aan het schrijven erover, die heet, onder andere speelt daar in die periode. Die heet, zeg het maar. Die heet Wilde Vrouw, maar dat gaat niet noodzakelijk over de Dulle Griet. Dulle Griet speelt daar wel een rol in. Maar mijn hoofdpersonage is een wilde man, is iemand die dat straattheater opvoert. Waarschijnlijk ergens in de periode rond Lichtmis, tussen Lichtmis en Carnaval, werden die figuren opgevoerd. Dus dat Antwerpen van die periode is bijzonder levendig en heeft een hele rijke traditie van, ja, wat we nu zouden kunnen noemen theater. Maar dat speelde zich natuurlijk in de straten af of op pleinen af. Oké, we blijven even bij het feit dat de Dulle Griet volgens Jeroen Olieslagers een man is. Manfred Sellink, wat denk jij? Maakt het eigenlijk iets uit? Dat hangt er een beetje vanaf hoe Jeroen zijn theorie en zijn roman verder gaat ontwikkelen. Ik vind het een fascinerende gedachte. Het is een complexe gedachte ook naar die periode. Het feit dat een man verkleed als vrouw verkleed zou worden afgebeeld en door tijdgenoten ook Griet genoemd zou worden, is een niet echt gebruikelijke, laat ik dat zo zeggen. Maar ik vind het heel fascinerend. Het is in ieder geval food for thought. Ik vind het zeker een idee wat is verder bekeken zou moeten worden. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe Jeroen hier verder mee gaat. Zeker niet iets om meteen af te wijzen, omdat Breugel wel iemand is. Er zijn een aantal elementen zeer interessant wat Jeroen zegt. Het is de link met het theater. Dat is overigens niet alleen het straattheater. Je ziet continu verwijzingen naar ook het Rederijkerstoneel. Allerlei aspecten. Je ziet inderdaad naar het Volkstheater linksboven in de strijd tussen carnaval en vaste. Daar is ook een print van gemaakt, maar er zijn ook andere aspecten waar je de theaterachtige en de verwijzingen naar theater ziet. Wat ook interessant is om Breugel te zien in iemand die speelt met rollen. Wat mij in Dulle Griet in ieder geval treft, en waar ik denk dat toch ook echt een belangrijke laag is, dat het een omkering is, een tijdelijke omkering van de sociale rollen. Daar was duidelijk een beeldtraditie in de 16e eeuw, bijvoorbeeld de strijd om de broek. Je hebt op een hoger intellectueel niveau Philis en Aristoteles, waarbij de grote wijsgeer als een paard bereden wordt door zijn minnares. Dus dat zijn vrouwen, dat zijn dus beeldtradities waarin vrouwen even de baas zijn. Ja, maar was het ook niet zo, Manfred, dat heb ik toch ooit gelezen, dat vrouwen in die tijd, als je dat over heel Europa bekijkt, in Antwerpen, in Brussel, veel onafhankelijker waren dan elders. En dat eigenlijk heel veel buitenlanders choqueerde. Dus dat is eigenlijk allemaal niet zo gek wat jij nu vertelt. Nee. Dat de vrouw in die tijd de broek droeg. Het is meestal zo dat vrouwen die bijvoorbeeld weduwe geworden werden, en je ziet dat met printuitgevers en boekuitgevers, inderdaad de zaak van de man overnamen. Inderdaad zijn het meerdere opmerkingen van reizigers die zeggen dat hen treft dat vrouwen hier zo zelfstandig zijn. Dus, maar toch lijkt hier de orde even omgekeerd te zijn. Hier zie je dan een man of een man-vrouw, vrouw-man, laten we dat zoals Jeroen suggereert, die een bende vrouwen langs de hel leidt. En die hebben echt op dat moment, jagen zelfs de monsters en demonen schrik aan. Dat is natuurlijk echt een omkering. Het feit dat Griet een zwaard heeft, het dragen van een zwaard was zeer beperkt, en zeker niet iets wat vrouwen droegen. Maar het is ook het spelen met de naam. Dus iedereen zal bij de naam Griet en die tijd ook gedacht hebben aan Margaretha van Parma, wat de machtigste vrouw was op dat moment. En het leuke van Breugel is, het mooie van Breugel is dat hij altijd speelt met dit soort allusies. En niet één sleutel heeft waarmee alles ontrafeld kan worden. Jeroen zei dat ook al. Niet één sleutel, maar het zijn allerlei associaties, allerlei beeldlagen die allusies oproepen. En ik denk dat de Dulle Griet daar een prachtig voorbeeld van is. Ja.
Weten wij eigenlijk voor wie hij die Tulle Griet zou geschilderd hebben, Manfred Sellink? Nee, we weten alleen dat Karel van Mander zegt dat hij het bij Rudolf heeft gezien. De opdrachtgever van dit schilderij is niet bekend. Ja. Want wie zou zoiets kunnen besteld hebben? Want Breugel werkte natuurlijk voor een heel kapitaalkrachtige elite. Wat denk jij, Jeroen? Volgens mij heb jij daar ook over nagedacht. Wie wilde die Tulle Griet in zijn woonkamer hebben? Ja, dat is iets heel bijzonders, hè? Want we weten natuurlijk niet wat voor gesprekken dat er ontstaat tussen zo'n opdrachtgever en een schilder. Daar hebben we totaal geen idee over. Maar het is duidelijk niet een opdrachtgever die aan deze schilder vraagt schilder mij nog eens een Maria Margaretha of schilder mij nog eens dat behoort tot de religieuze iconografie van die tijd of geef mij een mooi landschap. Dit is iets totaal anders. En dit moet bijna een intellectueel gesprek zijn geweest tussen opdrachtgever en schilder. En dan vraag ik mij wel af, we kennen een paar opdrachtgevers, onder andere Jongelink, die een paar schilderijen van Breugel. Dat was de man die ook een buitengoed had, net buiten Antwerpen. Ja, precies. En die schilderijen zullen waarschijnlijk hebben gefunctioneerd als een soort van conversation pieces. We kijken naar die schilderijen, we contempleren allemaal. Ondertussen zijn we heel veel wijn aan het drinken en aan het eten. En naar dat landschap ook naar het kijken. Waarschijnlijk heeft dat landschap rond een jongeling zijn landgoed. Ja, dat heeft ook een belangrijke rol gespeeld. Hè. Dus, maar ik kan me niet voorstellen op dit moment. Het is natuurlijk wel zo dat jongeling is niet zomaar gewoon iemand die zaken doet. Die behoort tot dat milieu. Die lezen ongetwijfeld dezelfde boeken. Er is een Breugel-experte, een essayiste die mij heel erg fascineert, Margaret Sullivan, die heel erg de link aanhaalt tussen bijvoorbeeld Erasmus, het werk van Erasmus en Breugel. Dat lijkt me al een van de sleutels die interessant is. Die mensen, bijvoorbeeld De Lof der Zotheid, dat was een bestseller. Dus dat was een van de best verkochte boeken na de Bijbel. Dus die mensen lazen dat echt wel, waren er ook heel erg mee bezig. Maar toch, ik heb het gevoel dat we krijgen, als we kijken naar de Tulle Griet, als we ook kijken naar de Triomf van de Dood, dat zijn twee exceptionele schilderijen. We krijgen er altijd een exceptioneel gevoel bij. Het is iets anders. Ook anders dan in het uiveren van Breugel. Ik heb het gevoel dat het moet besteld zijn geweest of door een exceptioneel mens. En met een exceptioneel mens bedoel ik iemand met waarschijnlijk macht. Iemand die dit schilderij besteld is iemand die zich kan indekken. Die het zich ook kan permitteren om dit soort taferelen in huis te halen. Precies, precies. Ja. De tijd is bijzonder. Hè? We zitten in een hele, hele moeilijke, labiele tijd in feite. Ja, beeldenstorm enzovoort, die staat ook voor de deur. 3 jaar daarna breekt die beeldenstorm uit, in 1566. Op dat moment, natuurlijk, je krijgt een hele vreemde combinatie, eigenlijk heel hedendaags, in Antwerpen. Langs de ene kant gaat die handel fantastisch. En zijn er mensen die heel veel geld aan het verdienen zijn. En de stad bloeit als nooit tevoren. En tegelijkertijd is er een dreiging. En die dreiging heeft natuurlijk te maken met godsdiensttwisten. Mm-hmm. En die dreiging voel je ook meer en meer in Antwerpen binnensluipen. En dan krijg je een verschrikkelijke winter. Je krijgt graanprijzen die door het dak gaan. En je krijgt grote, grote onvrede. En ja, je krijgt gewoon toenemende spanningen. Het is een heel bijzonder, bijzonder milieu. En het heeft natuurlijk ook te maken met, laten we zeggen, een klimaatverandering. Het is zo hedendaags. Die Schelde vriest helemaal dicht en je krijgt grote problemen. En in dat milieu en in die omstandigheden wordt dat schilderij gemaakt. Ja. Manfred Sellink, wat leert Breugel over onze tijd? Want Jeroen maakte eigenlijk een hele mooie vergelijking. Want je zou kunnen zeggen, Breugel is bijzonder actueel. Hè? Die is heel actueel en Jeroen heeft dat heel mooi onder woorden gebracht.
Voor mij zit de sleutel in het begrijpen van Breugel in zijn tekening en zijn prentontwerp Elk. Elk is iedereen. En het was ook Vertel nog eens wat er precies op staat. Het is een tekening uit het British Museum. Hè? Ja, het British Museum. Dus gemaakt om als print te laten verschijnen. Dus een afbeelding die in 1000-voud verspreid werd. Je ziet daar een man die verwijst naar Diogenes. Je ziet daar een wat oudere man met dikke brillen op, die met een lantaarn in klaarlichte dag aan het zoeken is. Diogenes was iemand die in Athene rondliep met een lamp en die was op zoek naar de ware mens. De ware mens die hij natuurlijk niet zal vinden. En hier is die elk, die zie je wel 7 keer op de afbeelding, soms groot, soms klein. Die zoekt dus met die lantaarn die hem niet helpt, met die brillen die hem ook niet helpen om het beter te zien, zoekt hij dus naar de waarheid, naar het echte. Hoe sta je, wat Jeroen beschreef, het is een tijdperk van wat dan nu heet disruptie. Een tijdperk waarin mensen dus echt zoeken, ben je iemand die binnen de Rooms-Katholieke Kerk wil blijven? Ben je iemand die eerder naar de Calvinistische kant gaat? Hoe sta je in het leven? Hoe denk je over die booming cities, die sociale problemen? Wat denk je over de opstand van de lage adel tegen het Habsburgs gezag? Mensen zochten, zeker in het milieu van Pieter Breugel, zochten dus naar een positionering in het leven. Wie ben ik? Hoe sta ik in het leven? Welke keuzes maak ik? En die elk zoekt dus. En de sleutel daarvan zie je dan aan de achterkant. Aan de achterkant zie je een schilderij van een nar. En een nar is van oud iemand die de onverbloemd de waarheid kan zeggen aan het hof, zonder daarvoor gestraft te worden onder het mom van humor. Een outcast de waarheid kan zeggen. En onder die nar staat niemand en kent hemzelf. Niemand kent zichzelf. En daar zit voor mij de sleutel van Breugel en het milieu waar hij zich bevindt. De zoekende mens, zoekende in een zeer complex tijdsgewicht. Zoekende naar waarheid, zin, betekenis. En als je dan kijkt naar die disruptieve tijd, als je dan kijkt naar hoe mensen zoeken in zeer onzekere tijden, ja, dan is de link naar vandaag. Wij zitten zeker in de afgelopen 10, 15 jaar in een van de meest complexe periodes, waar allerlei zekerheden verdwenen zijn. Politiek, religieus, terrorisme, de grote vluchtelingenstroom. Hoe sta je daar tegenover? En die introspectie enerzijds en het kijken naar de wereld anderzijds, en daar proberen je mening over te vormen. Ik denk dat daar Breugel ons een heleboel kan leren. Ja. Met dit verschil dat het in de tijd van Breugel net heel koud werd en dat het in onze tijd uitzonderlijk warm wordt. Dat moeten we toch even aanstippen. Heel belangrijk is ook wat Jeroen daarnet aanstipt, dat heel veel van die schilderijen eigenlijk dienden als een aanleiding om een conversatie te hebben. Dat vraagt mij altijd af, nu kletsen mij maar wat, hè. Maar in die tijd was dat wel fijn om zoiets in je woonkamer te hebben. En dat gaf aanleiding voor het stellen van de juiste vragen. Dus dat speelde zich af in een soort van convivium. Ja. Manfred, leg dat eens precies uit. Ja, convivium is enerzijds het samen zijn en anderzijds het samen tafelen. Een feestmaal enerzijds en het samen zijn. Wij kunnen ons bijna niet meer voorstellen wat het is om in een samenleving te wonen, in een samenleving te zijn zonder al die visuele prikkels. We worden overvoerd wil ik niet zeggen, maar we worden gebombardeerd door foto's, via internet, televisieschermen, overal visuele prikkels. Die visuele prikkels waren veel minder aanwezig. En je moet je dus voorstellen dat als je daar zit, en natuurlijk hebben we het over een absolute bovenlaag van de bevolking. Ik heb het niet over de 80-90% die vocht voor een naakte bestaan. Maar dan kun je je voorstellen, als je daar in de eetkamer van Nicolaas Jongelink, een paar kilometer buiten Antwerpen en Hof ter Beke zat, en je ziet die landschappen en je ziet inderdaad door de ramen ook het landschap, dat schilderijen zoals die van Breugel een ideaal conversation piece zijn. Erasmus schrijft daar al over en die schrijft dus dat convivium als een gelegenheid om met vrienden van gedachten te wisselen tijdens het eten. En hij beschrijft ook, dat geeft voorbeelden waar afbeeldingen een belangrijke rol spelen. En je kunt je zo voorstellen dat die schilderijen van Breugel of de prenten naar Breugel, die gewoon van hand tot hand kunnen gaan, of die kleinere taferelen van Pieter Breugel. Of ook de borden, hè? De teljoren. Ja, dat deed hij ook.
taljoren, het beschilderde borden inderdaad, dat die rondgingen of dat er naar de schilderijen gekeken werd. En dan begrijp je ook beter die meerlagigheid van Breugel, maar ook het openlaten. Een conversation piece, van gedachten wisselen, zoeken naar antwoorden, zoeken naar betekenislagen, zoeken naar... Soms heel, kijk naar de spreekwoorden. Hè. Wie vindt er geen plezier om voor het schilderij van de spreekwoorden te gaan zoeken welke spreekwoorden zijn afgebeeld? En dat is dus dat conversation piece. En ik denk dat je zeker ook de Delegiet in die traditie moet zijn. Ik denk persoonlijk dat de opdrachtgever van Delegiet gezocht moet worden. Iemand die zeker lid was van een rederijkerskamer. En dat is het type milieu, de welgestelde intellectueel die iets met theater en iets met kunst had. Ja. Ik denk dat daar de opdrachtgever zich moet situeren. Wat mij altijd opvalt, Manfred Zelling, bij Breugel, dat is dat in iedere periode men blijkbaar zijn eigen Breugel opnieuw kan creëren. Breugel is een schilder waar iedereen iets kan op projecteren en zelfs recupereren. Dat verbaast mij altijd. Hoe zit dat bij jou? Ja, dat zullen de generaties na mij moeten beoordelen. Hoe wij naar Breugel kijken, hoeveel je dat iets over mij en iets over ons net. Maar Pier den Drol is hij al lang niet meer, nee, natuurlijk. Nee, je hebt dus inderdaad Pier den Drol, dus iemand die een potsenmaker is met een grove lach. Dat is het zeker niet. Dan heb je Breugel als de criticus van het vroeg kapitalisme. Niet toevallig in de jaren 60, 70 een onderzoekstrekking die zeer populair was. Dan heb je wat later Breugel als een soort crypto-calvinist, die de Rooms-Katholieke Kerk... Wat niet erg waarschijnlijk is. Anderen zien weer Breugel als iemand die heel specifiek op de Habsburgse machthebbers alludeert. Wat ook onwaarschijnlijk is, omdat daar zijn opdrachtgevers te vinden zijn. Hij wordt van allerlei kanten benaderd. Maar het is wel zo dat er toch een steeds duidelijker beeld is ontstaan van Breugel als iemand die tegen het humanistische milieu aanleunt. Het stedelijk humanistische milieu. Het milieu dat eigenlijk op dat moment in Antwerpen... Ja, nog hoopt dat die strijd tussen de protestanten en de katholieken, tussen de adel enerzijds en de Habsburger centrale macht anderzijds, dat die goed afloopt. Achteraf gezien een vergeefse hoop, maar hij zit echt in dat milieu. Ja. Men wilde de rust in de samenleving helemaal hersteld zien in die tijd. Hè? Nou, of de rust en in ieder geval de eenheid. Ja. En het was een zeer positief... Er was een belangrijke strekking van zeer positief denkende mensen die echt de intrinsieke hoop hadden. En dan denk je ook aan de cirkel, de kring rond Christoffel van Rijn, die intrinsieke hoop had dat deze storm zou overwaaien en dat inderdaad intellectueel, artistiek, cultureel, economisch er weer het weer zou gaan bloeien als voorheen. Ja. Manfred, ik wil nog een aantal werken belichten die voor jou echt een specifieke betekenis hebben. Het is leuk, want je hebt aan het corpus van Breugel een tekening kunnen toevoegen, uiteindelijk ook een schilderij. Dat gaat over het zicht op Napels en de tekening. Dat is de tekening waar je ook een typisch landschap ziet van Breugels met een aantal reizigers. Hoe voelt dat als je zelf op basis van expertise kan zeggen, dit is een Breugel? Want tienduizenden mensen gaan mee in dat verhaal vanaf nu. Hoe voelt dat? In eerste instantie is het echt zo'n gut feeling. Als je voor een werk staat en dan begint er iets te borrelen en dan denk je, wauw, dit moet het toch echt zijn. En daarna zoiets, nee, dit kan absoluut niet. Want er zijn heel veel voorbeelden van mensen die iets toeschrijven, die iets ontdekken en dat te voorwaardig doen of zich in de luren laten leggen. Natuurlijk de Van Meegeren en de ontdekking van de Vermeers is daar het meest sprekende voorbeeld van. En dan begint een periode van doorgedreven onderzoek, technologisch onderzoek kijken. In het geval met de Baai van Napels, die ik een schilderij uit een vorstelijke collectie in Rome. Dat is de Doria Pamphili. Ja, Doria Pamphili. Een schilderij dat altijd Breugel een beetje geassocieerd was, maar meestal werd gezien als te zwak. Ik heb het ook in mijn eigen catalogus 2007 als doubtful, probably not Breugel. Dan zie je het in schoongemaakt. Ik kon het in Rome absoluut niet bekijken. Dan zie je het voor het eerst gerestaureerd, onder ideale omstandigheden. Ja, dan heb je daar eventjes van... Dat is dan echt iets binnen een paar seconden. Van dit is toch echt Breugel. En dat voel je bijna fysiek.
En daarna zijn we met de curatorial team gaan kijken. Die datzelfde gevoel, hè, die had eigenlijk precies hetzelfde. Toen die het schilderij een paar weken nadien zagen, hadden die ook meteen het gevoel. We keken elkaar aan, binnen een minuut, binnen twee minuten, ja, dat is het. Maar dan begint inderdaad de reflectie, het nakijken van klopt dit wel? En wat zijn, hè, wat zijn de argumenten? Hoe is het technologisch onderzoek? En dan bouw je heel langzamerhand je argumentatie op om het, zoals hier in de tentoonstelling, te presenteren. Als en die Dubai van Napels, die hangt hier te schitteren natuurlijk. Manfred, ik wil afsluiten met deze vraag. Er is hier deze week ook een website voorgesteld, insidebreugel.net. En men is er in samenwerking met de VUB onder meer in geslaagd om Breugel echt in detail te gaan filmen en te bekijken. Ik vroeg mij af, als we dit zien door onze vergrootglazen, deze van onze eeuw, hoe kan Breugel dit ooit zelf geschilderd hebben zonder een gigantische bril of een loepen? Hoe zie jij dat? Want Jeroen, het moet jou ook opgevallen zijn. Zelfs de kleinste details zijn... Het is minutieus, hè Jeroen? Maar het meest spectaculair is toch het zelfmoord van Saul. Ja. Dat is nauwelijks te begrijpen. Het is zo'n klein schilderij. Als je het voor de eerste keer in het echt ziet en je zit ernaar te kijken, ik denk dat het is onvoorstelbaar wat hij daar doet. Ja. Dus hoe heeft hij dat gemaakt? We weten het niet. We kunnen erover speculeren. Natuurlijk hebben we daar veel over gesproken met het curatorial team. En ja, we hebben toch wel het aanvoelen dat hij met een lens of met een loop gewerkt moet hebben. Natuurlijk zit er ook een heleboel training in. En er zit een heleboel ambachtelijkheid in. Maar als je ziet, inderdaad, bij de zelfmoord van Saul, dat een stukje, dat het soms echt om 2, 3, 4 millimeter gaat, waarmee een paard geschilderd is met een ruiter en je kunt dat nog in detail zien, dan ontkom je toch niet aan de gedachte dat op een of andere manier een lens of een loop gebruikt moet hebben om dit te kunnen schilderen. Ja. Wat is nu van al die werken die hier hangen jouw favoriet, Manfred Sellink? Oh, de aapjes. De twee aapjes uit Berlijn. Ja. Met zicht op Antwerpen, dat kan geen toeval zijn. Toeval, je kijkt naar Antwerpen en je zou bijna imaginair daar mijn museum ook nog aan toe kunnen voegen. Nee, maar dat kleine schilderij, zo virtuoos geschilderd met Antwerpen. Het feit dat hij daar eindeloos rondgezworven moet hebben in de haven om daar zowel die schepen als die exotische handelswaar te schilderen. Tegelijkertijd de trieste manier waarop die aapjes, het zijn halfapen uit Madagaskar, kijken, wat het iets heel melancholisch menselijks geeft. En dan de betekenislaag die erachter zit, namelijk dat de natuur, of de kunst de natuur nabootst, zoals de aap de mens nabootst. Dus het mimetisch vermogen van kunst. Dat alles op een schilderijtje dat nog geen 20x20 is en zo virtuoos geschilderd. Ja, dat maakt toch wel een van mijn absolute lievelingen. Ja.